chefsfriends.nl. Wilfried Gené, je hebt enige tijd geleden heb jij de campagne Vullen of Voeden gestart. Kun je eens eerst vertellen wat die campagne precies inhoudt? Nou, het is ooit ontstaan met een boek, dat heette Vullen of Voeden. Dat is een soort wegwijzer voor ouders op het gebied van voeding, voor kinderen met name. Mijn vrouw en een heleboel deskundigen zijn daar verantwoordelijk voor geweest. En ik ook een klein beetje, want ik heb me er ook wel aan verbonden toen. Toen heb ik er ook met Johan over een uitzending gesproken. Toen zei Johan, hartstikke leuk, maar dat gaat je nooit in de voetballerij lukken. Ja, als Johan dat zegt, dan weet je hoe het gaat. Dan heb ik het gevoel dat het wel iets kan lukken. En toen ben ik een weddenschap met Johan aangegaan om 50 of meer kantines gezonder te laten eten. En dat is de campagne geworden van de afgelopen periode. Namelijk zorgen dat er in een voetbalkantine, maar überhaupt in andere kantines ook, een keuze komt tussen vet, zoet en gezond. Wat is de status van de campagne? Nou, ik voor wat het waard is, ik heb hem gewonnen. En het mooie eraan van is dat Jamie Oliver een prijs heeft beschikbaar gesteld via zijn magazine, Jamie Magazine, van 15.000 euro. Johan Derks gaat binnenkort ergens koken en het RTL Sterrenteam komt langs. En het is mooi om te zien dat het verspreid over heel Nederland enorm is opgepakt. Je hebt er eentje in Drenthe, Gasselt en Nijveen. Ik had er nog nooit van gehoord, die zijn hartstikke fanatiek bezig. Maar ze zijn ook in Den Haag bezig, ook in Almelo bijvoorbeeld, ook in het zuiden van het land, in de buurt van Breda. Dus het is breed gedragen, goed gegaan. En er zijn ook clubs die zijn afgehaakt, maar er zijn weer nieuwe clubs voor in de plaats gekomen. Er zijn ook andere soorten clubs bijgekomen de afgelopen maanden. Fitnessclubs, hockeyclubs, basketbalclubs, korfbalclubs. Dus ja, ik hoop dat het door kan gezet kan worden, dan heeft het ergens toegeleid. Als ik denk aan de voetbalkantine, dan denk ik aan bier en bitterballen. Een heleboel vooroordelen dus. Daar moet je dus doorheen. Ja, het was wel pittig ze nu en dan. Ik kwam heel vaak bij clubs langs, omdat ik bij alle clubs die meededen mijn gezicht heb geprobeerd te laten zien. En wat je dan krijgt is natuurlijk als je binnenkomt, dat ze zeggen, hey, Gené, blijf een beetje van mijn gezelligheid af. Dan zeg je, ja jongens, ik kom nergens aan. Het is vullen of voeden. Je kan zelf kiezen. Dus als je wil vullen, moet je gewoon lekker gaan vullen. En wat ik dan vooral probeer te benadrukken is dat mijn enige kern is dat mensen zelf mogen uitmaken wat ze willen, maar dat er tot nu toe geen keuze in de kantine was. Dat er nooit iets anders dan vet en zoet was. En als je dan rustig met ze erover praat, merk je toch wel dat mensen langzaam maar zeker omgaan. Ik merkte ook, ik ben bij sommige clubs twee keer geweest, dat als je daar in november kwam, dat ze heel erg sceptisch en een beetje negatief waren. En nu in maart, april, mei, dat het een stuk positiever gelijk was. En volgend jaar ga je door? Nou, mijn streven is om volgend jaar het nog veel groter te maken. Wat gebeurt hier allemaal, zeg? Oh. Gaat gewoon door. Ja. Mijn streven is om het volgend jaar nog veel groter te maken. En niet één prijs van 15.000, maar bijvoorbeeld 10 prijzen van 5.000 te kunnen regelen. En dat het niet alleen over voetbalkantines gaat, maar ook over andere sportkantines. Misschien wel over schoolkantines. En het een veel groter iets te laten worden. Niet met alleen met Johan en ik er maar bij. Maar Ankie van Gunsven gaat in principe de paardensport doen. Pieter van Hoogband gaat het zwemmen oppakken. Dennis van der Geest, het judo. En zo proberen we voor alles een rolmodel te vinden. Om aan te geven dat het eigenlijk een hele kleine stap is om een keuze te maken tussen gezond of minder gezond. En dat je dat niet elke dag doet, is niet erg, maar dat je wel erover na gaat denken. De sportkantine komt wat dat betreft toch wel van heel ver. Heb je ook in je hoofd hoeveel jaar je nodig hebt om die sportkantine om te krijgen? Ja, weet je, dit is natuurlijk één jaar echt heel intensief geweest. Ik ben bijna elk weekend aan een club toe geweest en ook door de week. Mijn vrouw en nog een vrijwilligster doen de helpdesk en we doen eigenlijk alles met z'n drieën. Dit is voor ons niet alleen vol te houden, maar dit hele traject gaat 10, 15 jaar kosten. En dat wil ik absoluut blijven doen. En daar wil ik ook zeker mezelf voor inspannen en ook het gezicht een beetje van blijven. Maar dan hoop ik wel dat een heleboel partijen, grote partijen zich aansluiten. De KNVB heeft nu aangegeven ook een aantal clubs van ons te willen adopteren. Grote bedrijven waar we nu mee samenwerken als AC, Sligro, Hanels, Plus Supermarkten niet te vergeten. Die proberen daar nu ook iets mee te gaan doen. Dus in dat opzicht hoop ik dat het breed gedragen veel groter kan worden. En dan hebben we 10, 15 jaar nodig. Denk je ook dan bijvoorbeeld aan een grote tv-show? Ja, maar je moet het wel sexy maken. Kijk, wat ik zo nu aan doe als ik in het land optreed, doe ik de groentekaraoke. Dan zeg jij de groentekaraoke. Ja, de groentekaraoke. Dan zing ik O Tomaat, fijne vrucht om in te bijten. In de salade, op het brood of zo erbij. Je moet het proberen wel leuk en entertainment achter te maken. Zoals die weddenschap met Johan en mij maakt het natuurlijk ook wel weer grappig. Dat verwacht je niet in een programma zoals dit. Dus het moet luchtig blijven, leuk blijven. En dan moet je kijken wat je ervan kan maken. Voetbal International is ook een podium om te gebruiken. Gebruik je het volgend jaar weer voor deze campagne? Ja, maar ik denk wel op een iets andere manier. Kijk, ik wil het ook niet te hinderlijk laten worden. Maar wat je wel merkt is door dit programma dat heel veel mensen het nu weten. Ik moest laatst in Amsterdam ergens zijn. En toen liep ik een restaurant binnen. Er waren allemaal jongens die vierden vrijgezellenfeest. Die zeiden, wilt mogen we even op de foto? Ik zei, goed. Hij zei, we eten allemaal gezond. We eten allemaal gezond. Allemaal worteltjes. En dan denk ik, ja, het zit dus wel tussen de oren. Klaarblijkelijk, als ze nu aan het programma denken en ze zien naar mij, dan hebben ze wel een beetje die associatie. En alleen dat zou al kunnen helpen om mensen het gewoon over na te laten denken. En nogmaals, je moet het helemaal zelf weten. Je hoeft het niet te doen. Maar het feit dat je erover na wilt denken en ermee bezig bent, kan al een verschil maken.
ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chef's Friends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.